Gemeentepolitiek. Ja, we beginnen vannacht met lokale politiek. Maar eigenlijk zijn we naar het stadhuis gegaan omdat we meer wilden weten over wat er gebeurd is met Adrie van Driel. De man die doodgegooid, geslagen, in ieder geval gestorven is nadat er iets gebeurd is voor of in het bureau Warmoestraat. Een politiedode. Nou, daar willen we meer over weten. Maar we belanden midden in de lokale politiek. U ziet hier Eberhard van der Laan rechts en Ferry Houterman links. Voorin in de gemeenteraad. Motie Gitter Gerard. Ik zou tegen deze motie zijn willen gaan staan. Motie van het CDA. En het politieke spel gaat daar zijn gang. U ziet hier nu mensen gaan opstaan wegens stemming. SP en D66 minus de leden. Je kunt namelijk in de gemeenteraad stemmen bij zitten en opstaan. Het ging hier overigens om allerlei moties rond het parkeerbeleid. En het goede nieuws is dat er toch wel een soort meerderheid is voor een wat soepeler parkeerbeleid. Er is een motie aangenomen om wat meer garages te maken, wat meer particulier initiatief daarin toe te laten. Daar komen we op terug in een gesprek met Frank Niamut. Wat u overigens ziet zitten zijn hier rondom die grote tafel voorop de verschillende fracties. We kijken de VVD op de rug. En dan recht tegenover u zit u dan de burgemeester in het midden. En de gemeentesecretaris. Hier aan de rechterkant zitten de linkse mensen. Hier aan de linkse kant zitten de rechtse mensen. Daar zit D66, CDA. En daar zou ook de fractie van de CD zitten. Maar die zijn er niet. Daar zitten de wethouders. En dit is dus het de burgemeester. We hebben de burgemeester niet de bakken kunnen krijgen. We hebben een aantal keer gebeld en gevraagd of hij commentaar zou willen geven. Nou, ondertussen begrijpen we van andere omroeporganisaties dat hij geen commentaar wil geven, hangend het onderzoek. En dat vinden we dus niet alleen erg flauw, maar ook erg onjuist. Want het gaat niet om één geval, het gaat nu langzamerhand om een reeks gevallen. En vooral sinds de Eurotop zijn we toch een beetje wantrouwig geworden over de hele manier waarop de politie op een hoger niveau functioneert. Wat nu gebeurt is natuurlijk heel ernstig, maar wat vooral ernstig is, is het stilhouden hiervan, het wegpoetsen, het op de lange baan schuiven. Laat u even luisteren naar de burgemeester. Onderdeel van de agenda afgehandeld. Gaan wij over naar nummer 14. Zijn de Zardas. De Keuler heeft nog spreektijd. Ja, zo gaat dat dan in de gemeente. In het stadhuis op woensdagavond gemeenteraad. En in de pers is de laatste weken nogal sprake geweest van een hele rel rond een ongeval, misdrijf bij het bureau Warmoestraat. We praten met de heer Meijer, u bent woordvoerder van de PvdA over politiezaken. Daar is iets gebeurd waarvan we op zijn minst kunnen zeggen dat het niet klopt. Is daar een mening over gevormd al? Nog geen definitieve mening, omdat het onderzoek daarnaar loopt. Een onderzoek van aan de ene kant de Rijksrecherche, aan de andere kant van het Openbaar Ministerie hier in Amsterdam. Er zijn, heb ik begrepen althans, belastende verklaringen, getuigenverklaringen afgelegd. Dat zal, neem ik aan, deel uitmaken van het onderzoek. Ik onthoud me dus sowieso uiteraard nog van een inhoudelijk oordeel. Maar heb er uiteraard een menselijk oordeel over dat het natuurlijk verschrikkelijk is wat daar is gebeurd. Iemand die aanklopt voor steun, hulp, die in onze stad, denk aan zwervers, dak- en thuislozen. En die groep neemt toe, als ik zo de ontwikkeling in de stad een beetje volg. Waar wij als gemeenschap geen goed antwoord op hebben. Want het is natuurlijk zo dat mensen die op zoek zijn naar hulp, naar onderdak, naar bescherming. Het is natuurlijk niet normaal dat die bij laatste instantie bij de politie eindigen. De politie is echt het eindstation. Je vraagt je dus af, hoe zit het nou met andere hulpverlenende instanties in Amsterdam? Er wordt wel eens georganiseerd dat de bestaande hulpverlenende organisatie voor mensen die geestelijk een beetje in de war zijn en die vroeger werden opgeborgen of verzorgd in een ding is, dat die steeds meer de straat op worden gestuurd. En dat de toename van dus deze zwervers, vaak niet helemaal bij de tijd, een gevolg is van het beleid op een ander niveau om te besparen op de gezondheidszorg. Nou, ik denk dat een van de factoren is waar we als politiek ook eens een keer heel goed naar moeten kijken.
We hebben natuurlijk een beweging gehad waarin de psychiatrische ziekenhuizen wat betreft capaciteit en opvangmogelijkheden, die zijn natuurlijk enorm verminderd. Er zijn ook om redenen, laat mensen nou zoveel mogelijk zelfstandig wonen. Buiten klinieken, buiten ziekenhuizen. Neem ze ook gewoon op in de maatschappij. Ook dat is een beweging geweest. Er zijn bezuinigingsgronden uiteraard ook spelen hier een rol. Maar feit is dat we te maken hebben in de stad met een groeiend aantal kwetsbare mensen. Laat ik het dan zomaar formuleren. Ex-psychiatrische patiënten, zwervende mensen, dak- en thuisloze mensen. Waarvan je nog eens een keer heel indringend de vraag moet stellen. Hebben wij nou in Amsterdam het voorzieningenpakket, het voorzieningenpatroon, om die groeiende groep op een goede manier op te vangen? Nogmaals, op dit moment is dat vaak de politie, maar dat is natuurlijk niet de meest normale zaak van de wereld. Politie heeft andere taken. En dit soort opvang- en hulpverleningstaken, dat hoort natuurlijk in eerste plaats bij anderen. Hoort dat bij anderen? Maar u bent van de PvdA. Ik mag van u verwachten dat u zich bezorgd maakt om de zwakken in deze samenleving. Dat doet u. Dat vind ik aardig. Aan de andere kant is het aspect van, hier zijn een aantal politiemensen die hebben iemand, laat me even namen, er is een ongeluk gebeurd, daar is een verklaring van de politiemensen. En later is die verklaring omgebouwd omdat er andere getuigen waren. Hetgeen betekent dat als er geen getuigen waren geweest, dat er sprake was van een ongeval. Nou, dan ga je dus afvragen of al die andere incidenten van de afgelopen jaren, die dan binnen zo'n bureau plaatsvinden, of dat ook geen opzetjes zijn geweest. Ik kan me voorstellen dat je als burger erg ongerust wordt. Nou, en dan kom ik terug op die situatie rond de Eurotop van een paar maanden geleden. Mensen, het is toch toen duidelijk geworden dat de politie bij het arresteren van mensen, het opbergen van mensen en verplaatsen van mensen, in ieder geval grote fouten gemaakt heeft. Daar is ook zogenaamd ook een onderzoek naar. Maar daar is ook nog niks gebeurd. En nu worden er dus mensen van de troep af, van de trap af gedonderd of doodgetrapt. We weten het niet, maar in ieder geval er is iemand dood. Ja, maar kijk, u springt nu wel heel snel naar conclusies. Ik weet overigens niet op welke andere incidenten u allemaal doelt. Er zijn tijdens de Eurotop tenminste twee mensen, Marjolein Reijzen en nog iemand anders, Kwakernaad, in het ziekenhuis beland. Daar wist de politie niets van. We hebben dat gevolgd. Het autonoom centrum volgt dat. Er is niets aan gedaan. Mensen die het ziekenhuis ingeslagen zijn van de bewakingsdienst of de ordendienst van de dingen. Er is niets gebeurd. Twee weken geleden is besloten door de Nationale Ombudsman om het onderzoek daarnaar over te hevelen naar de klachtencommissie van Amsterdamse. Waar niemand klacht had ingediend, waar maar geloof ik 11 klachten of zo waren, of een heel beperkt aantal. We hebben een zeer goed functionerende klachtencommissie. Hè, van nee, dat heeft u niet. Meneer Meijer, die klachtencommissie is er nu bij opgezadeld en heeft bijvoorbeeld gezegd dat ze zich niet bevoegd achten met betrekking tot de behandeling in gevangenissen buiten Amsterdam. En daarmee is deze hele eurorellen situatie wat betreft de burger in de doofpot gestopt. En nu wordt er dus weer iemand doodgetrapt. U zegt zelf, daar loopt ook een onderzoek naar. Dus ook daarvan zullen wij op een gegeven moment de uitkomsten ook in de. Om u een voorbeeld ervan te geven, er zijn dus raad bespreken. Ik weet zeker dat er twee mensen in het ziekenhuis geslagen zijn. Die hebben we geïnterviewd, daar hebben we papieren van gezien. Een van die mensen is weerhouden door de politie om een aangifte te doen. Ander heeft wel een aangifte gedaan via een advocaat. Daar is de Rijksrecherche een onderzoek aan bezig. Die weigeren bij monden van de heer Alma van de Rijksrecherche naar dat andere geval te kijken. Want er is geen aangifte gedaan. Maar de politie heeft degene die aangifte wilde doen, Marjolein Ruijs, daarvan weerhouden. Dus je krijgt. Nee, maar laten we nou even teruggaan naar de situatie waar moest staat. Hij heeft zich een tragedie afgespeeld. Daar is iedereen het over eens. Ja, maar een tragedie in het vervolg van politieoptreden wat steeds meer uit de hand loopt. Ja, maar dat is een conclusie die vind ik dus veel te snel. Als je een onderzoek instelt, zowel van de kant van de Rijksrecherche als van de kant van het Openbaar Ministerie, dan moet je ook wachten totdat de feiten uit het onderzoek op tafel liggen. Die feiten moet je beoordelen. En als die feiten aanleiding geven tot uw conclusie, dan zullen wij de eerste zijn om dat ook in de Amsterdamse Raad. In 1999, want het jaar 2010, meneer Meijer. Dat onderzoek waar wij gisteren over in de commissie hebben gesproken met de burgemeester, daarvan is de taxatie nog eind dit jaar. En dan praten we over de Eurotop. Nee, dan hebben we het over de situatie in de Marmorstraat. Maar dat zou dus 3 maanden duren. Het onderzoek naar de situatie rond de Eurotop is ondertussen 3,5 maand voorbij. Er is nog steeds geen conclusie, er zijn nog steeds geen maatregelen genomen. De beelden die er zijn waarbij politiemensen hebben gepoogd, werkelijk waar, opzettelijk mensen dood te rijden, poging tot doodslag, is op de televisie getoond. We hebben het herhaalde malen gezegd, daar voor het Centraal Station is een misdaad gepleegd en er is niets gebeurd. Van de kant van de burgemeester niet. En wat blijkt nu, meneer Meijer? Wij kunnen geen commentaar krijgen van de burgemeester. Niemand wil commentaar geven, want het is in onderzoek. Ja, ik denk dat je niet veel kunt zeggen zolang dat onderzoek niet is afgerond. Ja, maar het onderzoek naar de Eurotop is ook nog niet afgerond. Nee, ik heb het over dat onderzoek naar de Eurotop. Als dat niet is afgerond, lijkt het mij wat voorbarig als ik hier conclusies ga zitten trekken. Maar als je dat wegschuift naar een commissie die daar 6 maanden over doet, dan kunnen we over 6 maanden. Dat heet de doofpot.
Ik denk niet dat dat de doofpot is. Omdat ik weet overigens niet eens op welke termijn ze zouden rapporteren. Maar het is misschien wel een idee om het in de komende commissies even aan de burgemeester te vragen. Van wanneer krijgen wij de resultaten van dat onderzoek te zien? En hoe komt het dat de Amsterdamse politie herhaalde malen mensen die aangifte kwamen doen in die tijd. Maar ook nu ervan overtuigd dat dat alleen bij de klachtencommissie kan. Terwijl wij, en we hebben daar de officiële justitie van gevraagd, het een wet is. Een grondwettelijk recht van mensen om aangifte te doen. Om gewoon aangifte te doen van mishandeling door de politie. En dan zegt de politie dat kan alleen maar, dan geven ze een envelop met het adres van de klachtencommissie. En dat is niet de bedoeling, want dat betekent dat die mensen dus eigenlijk nu geen poot meer hebben om op te staan. Dat die mevrouw die in het ziekenhuis is geslagen het qua schadevergoeding wel kan vergeten. Nou, dat is niet helemaal waar. De klachtencommissie van de Amsterdamse politie, die al dit soort gevallen onderzoekt en die dat op een hele zorgvuldige manier doet, is mijn indruk. Die brengt uiteraard ook adviezen uit aan de politieleiding en aan de burgemeester. Er zijn organisaties in de stad, zoals het Autonoom Centrum, die zegt dat die klachtencommissie, en niet in dit geval, maar in algemene gevallen, alleen vertrouwt op interne rapportage van de politie. Dat zegt het Autonoom Centrum. Ik heb dat eens mee te maken gehad, dat er gewoon procesverbalen, valse procesverbalen door de politie verdwijnen. Gaat de klachtencommissie daarop vragen, is er nooit een procesverbaal geweest? Ik wil daar zelf wel eens voor getuigen dat dat zo gebeurd is. Ik heb dus geen vertrouwen meer in die politieklachtencommissie, omdat die voor het lapje gehouden wordt door de politie. En dit is een zeer ernstige zaak, meneer Meij, want we praten hier over het vertrouwen in de politie. Niemand durft dus nu, bij wijze van spreken, naar een politiebureau te stappen. U weet overigens dat het vertrouwen in de politie in Amsterdam, dat vrij hoog is, hè? Onder de burgers. Nou, dat is geloof ik wat de perswoordvoerders, meneer Wilting, waar we ook al niet meer mee willen praten, ons vertelt. Maar feitelijk geloof ik dat het in ieder geval de laatste maanden behoorlijk is aangetast. Maar in ieder geval over de afgelopen jaren gemeten is het vertrouwen van de Amsterdamse burger in zijn politie is toegenomen. Ze hebben toch ook een goede job gedaan in een aantal opzichten, dat zijn we eens, ja? Ja, nee, zeker. Dat moet ook gezegd worden. Wat niet wegneemt dat er een aantal zaken gepasseerd zijn, en heel recent die situatie in de Warmoestraat, die we uiteraard op de bodem moeten uitzoeken. En waar dat nodig is, daar moet je natuurlijk ook de beschuldigende vinger wijzen. Maar dat als ik dan... Ja, laat me even uitspreken. Maar dat doe je wel op basis van goed vastgestelde conclusies. Ja, Meijer, door de bel gered. In ieder geval, ik ben het ook met u eens. De politie doet ook hele goede dingen. Maar dit soort zaken moet uitgezocht worden. U moet weer stemmen, want daarvoor gaat de bel. Dank u wel. Graag gedaan. In het stadhuis, Roel van Duin. Roel van Duin, je bent afgelopen maandag door je partij benoemd tot lijsttrekker. Dat betekent dat je in principe een kandidaat bent voor de Tweede Kamer. Ik ben kandidaat voor de gemeenteraad in de eerste plaats. Ja? Tegelijkertijd ben ik ook kandidaat voor de Tweede Kamer. Maar dat is dus iets anders. Is dat leuk na 17 jaar in de lokale politiek? Nou, eigenlijk gaat die gemeenteraad mij toch wel voor. Ik zal het er nog met mijn partij over hebben, hoe dat nu moet met het landelijk lijsttrekkerschap. Want ik vind Amsterdam toch eigenlijk wel het belangrijkste. Het is toch niet wettelijk verboden om beide te doen? Nee. Bijvoorbeeld Ed van Tijn heeft het vroeger ook wel gecombineerd. Dat kan. Ik kom even op een lokale zaak. Gefeliciteerd over hiermee. Maar op een lokale zaak. En dat is situatie Warmoestraat, politie optreden, iemand dood. Ja? Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het buitengewoon ernstig. Kijk, politie moet natuurlijk toch zorgen voor de mensen. Dat alles goed gaat, dat mensen goed behandeld worden. Mensen kunnen natuurlijk wel eens lastig zijn, maar ja, dan moet de politie zich daarboven stellen. En moet toch gewoon goed met mensen omgaan. Daar ben je politieman voor. Nou, weigert en nu heeft dus het er alle schijn van dat er dus gewoon grof geweld is gebruikt door een politieman die kennelijk zichzelf niet onder controle heeft gehad. Ja, dat kan niet. Zo'n man moet ontslagen worden en dat moet bestraft worden. En dat kan echt niet in Amsterdam. Maar Roel, 4 maanden geleden was in Amsterdam de Eurotop. Zelfde situatie. Zijn mensen het ziekenhuis ingeslagen. Politie ontkende dat in eerste instantie. Dat is opgerakeld. Er wordt in 1 gevalletje onderzoek gedaan door de Rijksrecherche. Voor de rest is het allemaal weer doorgeschoven naar die klachtencommissie. Het Autonoom Centra staat op zijn achterste benen. En die zeggen ja, maar tijdens die eurorellen was er ook politie optreden. Met name voor het Centraal Station, waarbij bijvoorbeeld ook sprake was van poging tot doodslag door agenten. Daar zijn brieven gestuurd naar de burgemeester. Dat is op de televisie gebracht. We hebben dat zelf uitgebreid gebracht. Ik ben het helemaal mee. En daar gebeurt gewoon niks. Helemaal niet eens dat dit niet het eerste voorbeeld is van grof geweld door politie. Dat gebeurt vaker. En dat wijst er dus op dat er dus een onvoldoende training is van politiemensen om
beheerst op te treden. Maar heeft dat niet te maken met... Dat het normbesef van politieagenten op dat gebied onvoldoende ontwikkeld is. En dat de overheid en ook de gemeenteraad, dat die onvoldoende erop toezit dat die normen ook echt gehandhaafd worden. En dat klachten gehonoreerd worden op dit punt. Veel te veel klachten worden gewoon een beetje weggewaaid. Ja, maar dat merken we dus steeds. Wij proberen de burgemeester hierover te vragen. Die zegt geen commentaar. Tenminste, we krijgen hem niet eens aan het woord. Bij de politie kunnen we alleen maar praten met Wilting. Waarvan we gezegd hebben, we willen niet meer met Wilting praten. Want die liegt alleen maar. We willen een andere woordvoerder. En Wilting houdt dat verder tegen en zegt, nou, er is een wet op openbaarheid bestuur. Wij vinden dat daar in ieder geval uitleg gegeven moet worden. En we horen ook niks meer van wat er de laatste maanden tijdens de Eurotop is gebeurd. Kun jij nou niet eens aan de burgemeester zeggen van, hallo beste burgemeester, u bent toch verantwoordelijk voor dit politiebeleid, wat is hier aan de hand? Ja, zeker, zeker. En mijn collega Leo Jacobs in de Commissie Algemene Zaken, die heeft het ook aan de orde gesteld. En wij gaan ook verder hier werk van maken, want dit kan natuurlijk echt niet wat er gebeurd is. Voor daklozen en zwervers moet gezorgd worden en die mogen natuurlijk niet... doodvallen op de drempel van een politiebureau. Dat is natuurlijk een ga je nou absurde... ook niet een beetje twijfelen? Want er is toch was even sprake van een cover-up, van een andere verklaring van de politie zelf. Van er was niks aan de hand, was een ongeluk. Maar al die andere mensen die in her en der in Nederland in politiecellen doodgaan, daar hoor je altijd wel, ja, was een ongeluk, zelfmoord. Ik ga me dan toch ook afvragen hoe dat zit. Ja, die dingen die gebeuren veel te vaak. En veel te vaak geeft de politie bedekkende verklaringen af. Ik heb natuurlijk ook persoonlijk vaak meegemaakt dat ik in politiecellen zat in de Provo-tijd. En dat de politie onheus optrad. En dat naar buiten toe onmiddellijk werd rechtgestreken met een of andere verklaring. Ik heb het ook meegemaakt. Even die boeien, een dingetje, zodat je na een half uur met... Dan kun je maar schoppen in je kruis als je je bril niet meteen wilt afgeven, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn goed, je blijft ervoor vechten. Daar ben ik blij. Misschien ook in de Tweede Kamer. Dankjewel. We komen een keer terug op je politieke plannen voor het land. Okay. Dankjewel. Dank je. Okay. Lokale politiek in Amsterdam. Niet alleen politie, maar ook gewoon weer parkeerbeleid. Frank Niamut, eerst even je situatie. Je bent CDA-raadslid voor het CDA. En er is net van de week besloten dat Geert Goedhart voor de komende raadsperiode lijsttrekker wordt. En jij op de tweede plaats staat. Dat heb je zelf gewild, maar mag ik zeggen dat ik dat jammer vind. Want jij was een van die mensen binnen het CDA. En dat mogen we ook wel eens zeggen, die een ander geloof had dan het christelijke. Ja, want je bent... Islamiet. Islamiet. En toch, ja, nou laten we opzeggen, in de continuïteit die het CDA uitdraagt, heel goed heeft gefunctioneerd. Daar was iedereen het over eens. Dus aan de ene kant jammer, vind je het zelf jammer of niet? Nee, Gerrit Goedhart is een hele goede kandidaat. Die kan heel goed de lijst trekken. En zal daar heel duidelijk ook in ondersteunend werken naar Goedhart toe. En je blijft ook nog de komende 4 jaar lekker meedoen? En... Ja. Dat is wel de bedoeling. Goed. Gaan we even op de dagelijkse politiek. Je hebt een motie ingediend en die is ook nog aangenomen. Dat is altijd leuk als je een motie wil zeggen dat een gemeenteraadslid zegt... collega gemeenteraadsleden, want dat is het eigenlijk. Zouden jullie niet met mij van mening zijn dat dit of dat gaat gebeuren? Dan wordt er over gestemd. Zijn sommige mensen die zijn tegen of voor. En dan kan de wethouder dat nog onderraden. Er kan allerlei dingen gebeuren. Maar in dit geval is het... Zei de meerderheid van de collega gemeenteraadsleden, wij steunen deze motie. Waar ging de motie over, Frank? Waar het om ging was een beter gebruik van parkeergebouwen, want die zijn nu onder openbaar beheer. En ik zou graag willen dat die parkeergebouwen, dat die aversneld worden aangelegd. En in de tweede plaats dat je ook gaat kijken naar particuliere gelden en ook een particulier beheer van de parkeergebouwen. Maar over het verkeersbeleid zelf heb ik behoorlijk wat aanmerkingen. We hebben een beleid uitgezet en zo langzamerhand begint het voor flink wat Amsterdammers te kraken. Begint behoorlijk te kraken. Er begint flink wat spanning te komen. De bereikbaarheid van de stad is een groot probleem. Er gaat meer dan 100 miljoen erin om aan inkomsten uit parkeren. En de vraag is van, is dat daar ooit voor bedoeld geweest? Nou, geld is... Het is een leuke business geworden. Ja, precies. En ik denk zo langzamerhand dat het een behoorlijke belasting voor niet alleen maar Amsterdammers, maar ook bezoekers begint te worden. En dat een goede relatie is te leggen tussen het parkeerbeleid en ook de inkomsten die daaruit gevraagd worden. Dus de betalingen die gedaan moeten worden. En ook het gegeven dat ook de binnenstad een beetje achteruit holt. De vraag is of je dat wilt. Dat is een onbedoeld neveneffect, want het heeft natuurlijk ook weer met werkgelegenheid. Maar nou gewoon voor simpele dingen, want dat vind ik maar mooie woorden. Maar ben je nou voor of tegen meer parkeerplekken in de stad? Ik ben voor meer parkeerplekken in de stad, maar dan ondergronds. Oké, je zegt we moeten ze niet overal neerzetten. We moeten
Eigenlijk zeg je, we moeten daar op een andere manier naar kijken. En dat heb je voorgelegd aan je collega-raadsleden. Die hebben gezegd, daar zijn we het mee eens. Nou, nee, ze hebben gezegd, we zijn het ermee eens dat we willen gaan kijken op welke manier die parkeergebouwen gebruikt worden. Want, en wie dat beheert. Ja, want er is, bijvoorbeeld op de Weesperstraat staat een parkeergarage onder bijna leeg. En dat komt. Maar ja, ik weet niet of dat aan parkeerbeheer ligt. Want er zijn natuurlijk regels gesteld. Dat is dubbel gebruik. Ik heb toevallig een dubbel gebruikkaart en ik gebruik hem nooit. Want dan moet ik er dus om voor 9 uit. En pas mag na 6 erin. In het weekend of met kerstmis weet ik niet of ik erin mag. Als het een winkelsluiting is. Dus een heel domme regeling. Ja, en in die plannen zit opgenomen dat 3000 plaatsen gecreëerd worden door dubbel gebruik. Nou, als blijkt nu, ik bedoel, je maakt dat zelf mee. Als nu blijkt dat het gewoon ontzettend lastig is, dan kun je die 3000 plaatsen daar niet neerzetten, althans invullen. Nee. Maar dan moet je gewoon nieuwe parkeergebouwen daarvoor realiseren. Nee, maar dat hoeft niet, want bijvoorbeeld, ik gebruik dat dan. Ze hadden het zo gemaakt dat iedere plek, zeg maar, vast was toegewezen aan 2 mensen. Terwijl als je dus gewoon zegt, nou, gemiddeld genomen zitten er zoveel mensen. En beste mensen, wilt u accepteren dat er in 5% of 10% van de gevallen, namelijk op Koninginnedag en de 2 andere dagen, dat je er niet in komt, dat moet je maar accepteren. Want op deze manier kunnen meer mensen gebruik maken van die parkeergarage. Maar dat hadden ze dus al 1,5 jaar geleden kunnen bedenken. Dat klopt. En dat is dus eigenlijk, ja, wat ik zou zeggen, van je hebt daarvoor dat particuliere initiatief nodig. Ik bedoel, het voorbeeld wat je noemt, dat is er 1. Er is ook een ander voorbeeld. We hebben de Kolkgarage. We hebben een hotel er vlak naast staan, Sofitel. Die willen graag een aantal parkeerplekken inhuren voor hun hotelgasten. Schijnt niet mogelijk te zijn, terwijl die plekken leeg staan. Nou, dat is natuurlijk, denk ik, een manier van omgaan. Maar daar kan je dus ook voorstellen, de gemeente zegt, als Sofitel dat wil, iedereen dat, dan is dat ding zo weer weg. Nee, maar dat moet soepel geregeld worden. Daar soepel, precies, en dat is wat ik graag zou willen, dat je op een andere manier ermee omgaat. Dat je niet zegt van, de publieke organisatie, dus de overheidsorganisatie, beheer die dingen volgens vaste regels. Nee, je moet samen met het bedrijfsleven moet je het oppakken, samen met bewoners. Want je moet die binnenstad bereikbaar houden. En voor de bedrijven, maar ook vooral voor de bewoners. En natuurlijk ben ik er voorstander van dat mensen zoveel mogelijk gebruik maken, als kan, van openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer. Maar het heeft dus ook iets met planning te maken, ruimtelijke ordeningen en vergunningen. Want er zijn mensen geweest die in de stad zeiden, ik heb een woning. Nou, en ik moet echt parkeren, ik ben dokter of weet ik veel wat. Maar ik wil op eigen kosten daar wel onder mijn huis een ding laten maken. En dat wordt dan afgewezen, omdat het niet in het beleid zou passen. Nou, dat gaat niet altijd op. Kijk, als we praten in algemene gevoel. Ja, precies. Nou, ik heb daar moeite mee. Natuurlijk is het zo dat die dokter, dat weet je van tevoren niet of die altijd daar blijft wonen, maar de parkeerplek blijft er dan wel staan. Dus in die zin, ik heb op zich hier moeite mee met het creëren van parkeerplekken waarbij ze buiten de straat vallen, dus ondergronds of inpandig of wat dan ook. Want we willen allemaal eigenlijk een beetje van het blik af wat niet rijdend is. Rijdend blik. En ja, maar dat is dan in ieder geval op hun eigen grond, weg. Ja, precies. Nou, dus dat mag van jou. Wat mij betreft mag dat. Alleen, je moet ook kijken waar dat te realiseren is. En je zult toch een bepaald maximum aan het geheel moeten stellen. Want die binnenstad heeft een bepaalde grootte. En je kunt maar dan kom je dus op dat punt van stilstaand blik. Het valt mij op, en niet te mij alleen, dat er steeds meer vergunningen worden uitgegeven voor invaliden. En geloof me, ik vind dat iedereen zo'n plekje mag hebben. Maar het groeit en het bloeit. En sommige hele straten, we laatst hadden de Bloemgracht. En daar werd gesproken over het terugbrengen van de parkeerplaatsen. Nou, er waren geloof ik 11 invalide plekken. Dus in plaats van 29 plekken naar 17 ging het van, nou ja, reik maar uit. In ieder geval, er bleef niks over, want alle invalide plekken. Die mensen staan er soms de hele dag met hun auto, doen daar niks mee. Je zou toch kunnen zeggen dat ook in dat opzicht je wel eens een regel zou kunnen stellen. Zeggen, nou mevrouw, als u die auto nooit gebruikt, neem dan een abonnement op de invalide taxi of regel dat op een andere manier. In plaats van maar zo'n ding voor de deur te zetten. Nou kijk, waar het om gaat is dat we met invaliden, daar hebben we vaste afspraken mee. En daar kun je niet zomaar intreden. Dan moet je er zijn overleg treden met de mensen. Waar we wel maar valt het je ook op dat er steeds meer komen? Dat niet in die mate zoals het jou opvalt. Maar goed, jij woont in de binnenstad. Wat wel zo is, is dat je op een bepaald moment wel gebruik kunt maken. Meerdere mensen die 1 auto hebben. En dat soort zaken. Dat is een goed plan, vind ik, dat die ruilauto's. Dat zou veel beter moeten worden opgepakt. Want op die manier heb je gewoon veel minder parkeerruimte nodig. En is het ook relatief goedkoper voor de mensen om een auto te hebben. Ja. Vind je dat bijvoorbeeld Bakker daar ook met het, in het kader van het transferium, gewoon meer aan zou moeten doen om bedrijven er met allerlei leuke plannen van te overtuigen dat ze die auto's van hun personeel A, buiten de stad moeten houden en B, meer moeten delen.
Ook dat. En je moet natuurlijk ook denken, kijk, je kunt het van ze vragen, maar je zult op een bepaald moment zul je iets van incentives moeten gaan geven. Hè, van mij. Nou, ik zal je daar een voorstel voor doen. Ik heb een parkeer gratis, hoe noem je dat? Ja. Openbaar vervoerskaart of iets dergelijks. Dat als ze een auto daar neerzetten, dat ze de binnenstad in kunnen komen. Nou, dat soort zaken. Ik bedoel, daar moet je flexibel mee omgaan. Want waar het in weet, het bereiken van de uiteindelijke doelstelling kan niet alleen volgens de harde maatregelen. Je zult overleg moeten betrachten enzovoort. En een beetje creatief zijn daarin. Vooral, maar daar komt er gelijk ook bij kijken dat als je dat doet, dat je als je een regel stelt als overheid, dat dat een regel moet zijn wat voor iedereen geldt. Hè? Want je moet ook de rechtvaardigheid hebben. Dus daarin heb je soms wel eens moeite om creativiteit goed te belonen. En dat maakt het ook wel eens lastig. Want wat creatief is en goed bedoeld is voor de ene groep, hoeft dat niet dat te zijn. Ja, begrijp ik. Maar neem nou eens een vergunning die voor twee auto's geldt. Er zijn in mijn bedrijf toevallig mensen die komen uit het noorden. Weet ik veel, Alkmaar. Die komen iedere dag met de auto en vinden dat. Oké, die rijden met elkaar mee. Maar nu is het zo dat één van die mensen via een of andere truc, zijn zus die daar toevallig woont, een parkeervergunning heeft geregeld. En die moet dus altijd rijden. Als je dus in een bedrijf zou zeggen, nou meneer, u heeft nu 3 vergunningen. Wilt u dat omzetten in 2 vergunningen bijvoorbeeld? En dat delen, zodat ik een vergunning zou krijgen die voor 2 auto's geldig is. En die doe je op een plastic kaartje. En die moet je dus in je auto zetten. Dus je moet altijd een vergunning hebben voor die plek. Datzelfde zou dus gelden voor die parkeergarages. Ja, maar goed, die vergunningen zijn nu gekoppeld aan de kentekens en dergelijke. En daar moet je dus voor uitkijken dat je op een bepaald moment niet de handen gaat krijgen in vergunningen en dergelijke. En maar dat is er toch al? Ja, nee, voor een deel. Ja, goed, waar die gekoppeld is aan kentekens, op naam gesteld, aan de persoon zoals hij hoort. Daar is dat niet mogelijk. Maar als je dus nu begint. Nee, Frank, maar ik wil niet uit de school klappen. Maar natuurlijk iedereen in Amsterdam begrijpt dat als je een woning hebt met een parkeervergunning, A moet je nooit verhuizen. En B moet je gewoon je auto even op naam laten zetten van diegene die dan wel een vergunning heeft. En dan heb je voor 6 maanden tenminste heb je vergunning. Zijn ze daar zo stom daarop dat. Nou, dat soort berichten, ik heb er ook wel wat van gehoord, maar formeel gezien, dat maakt het nou zo ontzettend lastig, want je hebt vaste regels, daar moet je aan houden. En dan zeg je van, nou, auto's met op naam gesteld en daar is de vergunning aan gekoppeld. En als mensen daar op een andere manier mee omgaan, dan is het ontzettend moeilijk om de vinger achter te krijgen. Hè? Want dat geldt voor woningen ook in Amsterdam, iedereen woont maar. Ja, nou, goed, voor allerlei dingen gelden dat. Nou, waar het in wezen om gaat, is dat het parkeren, het vervoersprobleem in Amsterdam, dat zal in ieder geval een heet hangijzer blijven. Komende jaren. En wij zijn de voorstander van dat je heel duidelijk zegt van, er moeten meer ondergrondse parkeerplaatsen komen en een goed beheer op het geheel. Dat is in feite de kern van onze boodschap. En met het goede beheer hebben we Heb je nu steun voor gekregen? Maar steun gekregen als het gaat om beheer, niet alleen maar door de overheid, maar ook door particuliere initiatieven. Wat meer ruimte dus? In ieder geval hebben we winst geboet. Heb je het gevoel dat de hele gemeenteraad wel een klein beetje meer ruimte wil hebben voor die parkeren? Dat het een beetje aan het omgaan is? Nou ja, bij de volgende collegeperiode zal in ieder geval wel weer naar het VIP gekeken worden. En gekeken worden of de doelstellingen nog reëel zijn. Ik heb het gevoel dat men daar aan twijfelt. Er was ook nog een andere motie, die is geloof ik niet aangenomen om daar dus wat aan te doen. Maar er is een stemming dat steeds meer partijen zeggen, nou, dit is een beetje uit de hand gelopen. En jij dus eigenlijk ook. En je pakt er dan een onderdeel uit. Daarmee geef je dus aan dat dat kan. En ik heb ook wat die moties van de SP, daarvan heb ik gezegd van, we stemmen daarmee niet in, want we gaan het straks samen afwegen in een nieuw plan. Ja, je zegt dat moet je niet nu terzijde, maar je bent het er wel mee eens dat er naar gekeken moet worden. Zonder meer. Zonder. Okay, goed. Zo gaat politiek, hè? Dat begrijpen mensen niet. De ene motie wel en de andere motie niet. Het is ook een beetje een spelletje. Wat geen spelletje is, is dat afgelopen week in Amsterdam bij het bureau Warmoestraat een zwerver de dood heeft gevonden. Laten we daar maar hoe het nou gegaan is. Wat vind je daarvan? Triest, heel triest. Heel triest. Je moet ook kijken naar op een bepaald moment naar de omstandigheden. Er zal onderzoek daarover komen. En op een bepaald moment wordt het onderzoek wordt gepubliceerd en daar zal ook de raad zich over uitspreken. Daar waar het gaat om haar verantwoordelijkheid, de raad heeft officieel geen verantwoordelijkheid, maar de burgemeester heeft een verantwoordelijkheid in deze. En op basis daarvan zal de raad in ieder geval van zich laten horen. Maar wat ons betreft, wij wachten het onderzoek even af. Ja, maar dat zegt dus iedereen. Daar is de burger die denkt toch van, hallo, de burgemeester krijgen we niet te spreken, die wil daar niks over zeggen. Dat is namelijk het punt, dat kun je op dit moment, ik bedoel, zo werkt dat systeem nou eenmaal. Je zult eerst een onderzoek moeten hebben en pas als je het onderzoek, de resultaten daarvan hebt, dan spreek je daarover. Zo werkt dat. Maar Frank de Burger denkt, een paar maanden geleden was in Amsterdam, waren de euro, toprellen, daar zijn mensen in het ziekenhuis geslagen, dat weet iedereen die in de stad was, daar gebeurden hele rare dingen. Eerst zou er een onderzoek komen door de ombudsman, die heeft dat weer weggeschoven. De officier van justitie heeft 1 opdracht gegeven, in het geval Kwakernaad, om de Rijksrecherche naar 1 geval te laten kijken. Brieven, klachten,
aangiftes waarin gezegd de politie heeft met name voor het Centraal Station waar ik bij was, poging tot doodslag, noem het maar poging tot moord om mensen dood te rijden. Daar is niets mee gebeurd. Ik heb er een brief over aan de burgemeester geschreven, aan de hoofdcommissaris. We hebben samen met het Autonoom Centrum, brengen we dit iedere week op de televisie. En als dan 3 maanden later de politie weer iemand doodtrapt of slaat of van de stoep flikkert, dan zegt iedereen, ja, er moet weer een onderzoek komen. Nee, er was toch een onderzoek 3 maanden geleden. Goed, toevallig heb ik vandaag de heer Oosting gehoord, onze nationale ombudsman. Die is vandaag 10 jaar in dienst. Half november komt er een onderzoek van de nationale ombudsman uit. En op basis daarvan wordt naar gekeken. Het spijt me heel erg, maar zo werkt het systeem nou eenmaal. Je hebt pas een oordeel, ook over dit soort dingen vanuit de politiek, als je het onderzoeksrapport hebt. En eerder laat je daar niet over uit. Maar er is toch zoiets als openbaarheid van bestuur. Wij hebben vandaag geprobeerd om van de politie commentaar te krijgen. En die zeggen... Maar daarom is er dus de nationale ombudsman. En als die daar een onderzoek naar verricht. Althans zo heb ik dat vandaag bij zijn radio interview. Die heeft dat onderzoek over de eurotoprellen overgegeven aan de Amsterdamse klachtencommissie. Waar ik persoonlijk geen vertrouwen in heb. Waar ook heel weinig mensen, dat blijkt dus wel, heel weinig mensen een klacht bij hadden ingediend. Ja, ik heb het vandaag anders begrepen. Maar dan misschien nou, het Autonoom Centrum. Misschien heb ik zijn woorden anders geïnterpreteerd. Maar ik heb begrepen dat daar onderzoek naar verricht wordt. Nou, hij gezegd heeft dat hij wilde afwachten of het driehoeksoverleg. Ik heb vandaag in de auto naar zijn interview geluisterd. En hij zegt in half november komt er een onderzoek daarover uit. Op basis daarvan spreekt de raad zich uit. Okay. Nou, laten we het hopen. Ik vind het heel triest. En wat ik vooral veel triest vind, dat dus in zo'n situatie de politie zich verschuilt achter Wilting. Ik wil niet meer met Wilting praten. Ik zeg het nog maar eens een keer. Die man heeft zo gelogen. Dat hebben we zo hard kunnen aanmaken tijdens de eurotop. We willen dus gewoon een onpartijdige woordvoerder die we een klein beetje kunnen vertrouwen. Wilting blokkeert dat. We hebben een brief geschreven naar de hoofdcommissaris, naar het gemeentebestuur. De burgemeester heeft daar een kopie van gekregen. Er is niets gebeurd. Dan ga je dus afvragen, wie zit hier op al die rotzooi? En dan wordt er weer iemand doodgetrapt. Het is toch vreselijk, Frank? Wij hebben te maken met de politie. Wij hebben te maken met de officiële woordvoerder. Dat is de heer Wilting. Jouw kwalificaties niet de mijne. En wij hebben te maken met het afwachten van een officieel onderzoek. Punt. Denk je dat de mensen in de stad, en je bent zelf ook gekleurd in ieder geval. Je wordt toch bang als je in de stad loopt op een gegeven moment en je denkt van waar gaat die politie naartoe? Ja, waar gaan we naartoe? Kun je nog wel veilig voelen? Nou ja, kijk, het gevoel van veiligheid is in de stad alleen maar toegenomen in de afgelopen tijd. Ja, dat zegt de statistiek, maar voel jij dat ook? Ik voel dat zelf ook. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik voel dat zelf ook. Wat je wel ziet, is dat als je praat over hoe de samenleving zich ontwikkelt, dan zie ik heel duidelijk een trendontwikkeling naar een wat individualistisch ingestelde samenleving. Als je kijkt naar excessen zoals Kevin Duinmeijer, Just Kloppenburg, in Friesland enzovoort, dan zie je toch een aantal aspecten die we als samenleving niet wensen. En ik heb sterk het gevoel dat het te maken heeft met verantwoordelijkheidsbesef die je oppakt. Maar wat ook te maken heeft met heel duidelijk individualisering. En dan, dat is op zich een goed gegeven, maar het kan ook een negatieve tendens ontwikkelen. Egocentrisch, egoïstisch. En ik denk dat die sociale cohesie wat terug zou moeten komen. En dat bereik je op allerlei andere soorten manieren. Bereik je ook bij jeugd, als sport, dat soort zaken enzovoort. En dat je daar vooral ook als politiek in gaat investeren. En dat wil het CDA? Dat wil het CDA. Nou, want dat gaan we de komende maanden doen. We gaan al die politici, zoals Frank, gewoon vastpinnen op wat er de komende periode moet gaan gebeuren. Want de mensen in Amsterdam moeten dit half jaar gaan leren wat iedereen nou ook niet alleen zegt, maar ook doet. En of er wat uitkomt. Dankjewel. Het stadhuis in Amsterdam. De plek waar uiteindelijk de macht zouden moeten berusten. Waar uiteindelijk bepaald zou moeten worden wat er in deze stad gebeurt. Want zo werkt het democratisch systeem. Wij als burgers kiezen een gemeenteraad en die is eigenlijk de baas in de stad. Er zijn wel mensen als wethouders en de burgemeester, maar het is de gemeenteraad die beslist. Vandaag was er weer gemeenteraad en we hebben u wat laten horen over parkeren in de stad. Nou, het is leuk dat de mensen toch, net als wij, tot de conclusie komen dat dat wel wat beter kan, dat er hier en daar wat bijgestuurd kan worden, maar dat er ook fundamenteel gewoon een regime is gekomen waarbij 100 miljoen uit de stad wordt gepeuterd aan parkeergelden en parkeerbonnen en dat soort zaken. En dat het maar de vraag is of dat een eerlijke zaak is, of dat past met de bedoelingen van dat hele parkeerbeleid. Nou, Nia Mut zei, we moeten er wat aan doen. En andere mensen zeiden, we moeten er wat aan doen. Dat is mooi, dat hopen we.
Een andere reden waarvoor we vandaag hier in het stadhuis kwamen was om een aantal woordvoerders te vragen wat ze nou vonden van de zaak van Driel, de man, de zwerver, de burger dus eigenlijk gewoon, die in de Warmoestraat de dood heeft gevonden. Doodslag? Moord? Ik weet het niet. Dat is ook niet zo belangrijk, daar moet inderdaad een onderzoek naar komen. Maar wat nu gebeurt is dat de verantwoordelijke personen zich verschuilen achter het verhaal van ja, er komt een onderzoek, het wordt uitgezocht, dit had niet mogen voorkomen, vinden we heel triest. Maar er gebeurt dus eigenlijk niks. Niet alle politiemensen van Amsterdam worden opgetrommeld en gezegd van hallo, we willen weten wat er het afgelopen jaar, 5 jaar, 10 jaar op dezelfde manier gebeurd is. Want het is niet de eerste keer dat er in Amsterdamse politiecellen, voor Amsterdamse politiebureaus, mensen de dood vinden. En als je goed luistert, gebeurt dat in Nederland geregeld. En als je dan hoort dat hier de politie weer gepoogd heeft om dat even als ongeluk af te doen, dan vraag je je af, hoe is dat met die andere zaken gegaan? Toevallig waren hier getuigen. Moet de overheid niet gaan zorgen dat er bijvoorbeeld altijd een camera loopt in alle cellen, in alle politiebureaus? Gewoon maatregelen om te voorkomen dat dit gebeurt. En daarmee komen we op ons grote bezwaar. Niemand wil hierover praten. Er is iemand dood en men verschuilt zich achter het onderzoek. Nou, de Eurotop, een paar maanden geleden. Zelfde situatie. Mensen in het ziekenhuis geslagen. Wij hebben dat aangekaart. Meneer Kwakernaat, Marjolein Ruijs. En wat is er gebeurd? Marjolein Ruijs heeft geprobeerd aangifte te doen. Is daarvan afgehouden. Ten tweede malen van afgehouden. Vaag in de klachtencommissie circuit geschoven. En daar is dus door de Rijksrecherche die een onderzoek doet, alleen maar onderzoek gedaan naar Kwakernaat, want die heeft een aangifte gedaan. Daarmee zijn dus de rechten van Marjolein Ruijs gewoon weggeschoven, is haar juridische positie aangetast en dat heeft de politie gedaan. En zeg nu niet dat wij dat niet hebben aangekaart, dat daar geen brieven over zijn gegaan, dat Marjolein dat hij niet heeft aangekaart, dat het autonoom centrum, wat een hele goede functie heeft in deze hele politiegeweldsituatie, daar niks aan gedaan heeft. Nee, brief na brief, klacht na klacht en het wordt terzijde geschoven. En dan ga je afvragen, waarde burgemeester, waarom u zich van commentaar onthoudt. Dan vraag je je af, waarde hoofdcommissaris, waarom u zich verschuilt achter Wilting. Wij willen niet meer met Wilting praten, want die man liegt. Dat hebben we rond de Eurotop herhaalde malen aangetoond. Toen daar sprake was van misdadige poging tot doodslag door een agent in een busje. Laten we aannemen dat het een agent was, maar iemand in een politiebusje. Hebben we daar nooit meer wat over gehoord. Wilting zei, dat is niet waar. Wilting zei, dat was nodig vanwege de bussen. En iedere burger heeft kunnen zien dat dat niet nodig was. Dat die bussen een andere route namen. Leugens, ontwijkingen en een politievoorlichter onwaardig. Dus wij willen ook niet meer met Wilting praten. Wilting is voor ons betreft niet geloofwaardig. En toch vinden wij dat we als burger en dat u als burger recht heeft om een politiewoordvoerder. Dus hebben we om een ander gevraagd en die weigert Wilting. Of die dat zelf doet, of die daarin gesteund wordt door de burgemeester, of die daarin gesteund wordt door de hoofdcommissaris, maakt me niks uit. Het feit is dat daar van onze kant willen we eerlijke informatie hebben. We willen duidelijke informatie hebben. Niet een burgemeester die zich onbereikbaar acht of houdt en zich verschuilt achter voorlichters. Dat is een vloek geworden in deze stad. Iedere wethouder heeft een voorlichter. Iedere voorlichter heeft waarschijnlijk nog weer een paar assistenten. Iedere assistent heeft een trainingscoach. Je kunt nooit meer de verantwoordelijke mensen aanpakken. Nou, en daar moet wat aan gebeuren. We krijgen verkiezingen. Laten we er wat aan doen. Wat dat betreft, mensen, als er mensen zijn met politieke ambities de andere kant uitgaan, laat die zich eens melden. Ik ken veel mensen die dezelfde ideeën hebben en misschien moeten we eens wat doen. Want dit gaat de foute kant uit. Er worden mensen in politiebureaus doodgetrapt, doodgegooid, maakt me niet uit. Maar er gebeuren hele slechte dingen in Amsterdam en dat is fundamenteel. Dat wil niet zeggen dat ik tegen de politie ben, want die doen ook goede dingen. We hebben vele interviews gedaan met politiemensen over leuke dingen. De stad is best veiliger geworden, maar er is een onderlaag door van boven gedekte geweld, waarbij de politiemensen weten dat dat in de doofpot wordt gestopt. Dat is gebeurd met de eurorellen, dat is nu, gaat nu gebeuren met de Warmoeszaak. Heel kwalijk. Ook zaken uit het verleden zijn nooit goed opgelost. Laten we daar duidelijk in zijn. Er is een erfenis bij de Amsterdamse politie van het weghouden. En dat begint bij de top. Want de top waren de mensen, de vorige hoofdcommissaris, weten we het zeker, die zichzelf verrijkten met een beetje zijdelingse, je kunt het geen zwart betalen noemen, maar hij verrijkte zich boven de norm. Als de commissaris dat gedaan heeft, dan doen de agenten dat en dan dekt iedereen zich. Dat is een kwalijke zaak en een zaak waar de burgemeester op gewezen moet worden. Het feit dat hij zich afzijdig houdt is buitengewoon kwalijk, want
Hoe kun je als burger dan nog vertrouwen hebben in een overheid? En ik vind dat de gemeenteraad, en we zullen ze erop aanspreken, daar keer op terug moet komen. En zich niet, ja, met het argument van er is een onderzoek, er komt een onderzoek, laat wegstoppen. Want die onderzoeken worden gedaan door de mensen die in het spel zitten, in het complot zitten. De meeste onderzoeken, en ik moet toegeven, niet het Eurotop-onderzoek, de meeste onderzoeken van de politieklachtencommissie worden afgehandeld op basis van rapporten van de politie zelf over die zaak. Nou, is dat een onpartijdige zaak? Nee. Ik heb het zelf meegemaakt en er verdwijnen dan processen verbaal. Dat is misdaad. Een proces verbaal opmaken wat in eerste instantie niet klipt is al een misdaad, maar om het dan nog kwijt te maken. Alleen de politieklachtencommissie zegt, sorry, we kunnen niks vinden. Nou, dat heb ik zelf meegemaakt. Ik heb zelf een politiecel gezien. Ik heb politiemannen die zeiden van, nou, we zullen het eventjes die handboeien. Als je je mond niet houdt, dan knijpen we die handboeien nog even aan. Dat hebben ze ook gedaan. Daar heb ik klachten over ingediend. Herhaalde malen. Ik praat niet omdat ik niet betrokken ben. Ik ben zeer betrokken bij deze zaak. De burger moet zich veilig kunnen voelen. Als ik me niet veilig voel, voelt u zich niet veilig. En dan kunnen we die dingen niet doen die in Amsterdam gedaan moeten worden. Uitgaan en leuke dingen doen en zaken doen en werken. Dan voelen we ons bedreigd en dat zou niet moeten. Mensen, doe er wat aan. Bel uw politieke partij, bel de gemeente, bel de hoofdcommissaris en zeg, we willen weten wat aan de hand is. Minderheden in de stad. Niet alleen gekleurde mensen, maar ook zwervers. Zijn er heel veel tegenwoordig? Ik ben geen zwerver, want ik heb wel een woning. We praten even ondertussen met Jopie. Jopie, jij bent Jopie de Leijenaar en hier zit de andere Joop van Engelen. Je hebt wel een woning. Jopie van den Broek. Ik heb een woning. Ik ben al 35 jaar in Amsterdam. Ik heet Jopie. Mijn bijnaam is Jopie de Leijenaar. Ja. En iedereen kent me. En, maar je laten we zo zeggen, je bent veel op straat. Je drinkt graag een biertje. Ja, ik drink graag een biertje. En je valt een beetje hetzelfde in de categorie van die man die dus voor het bureau Warmoestraat in ieder geval dood is gebleven. Ja, tuurlijk. Daar hebben we het ook over gehad. Kijk, als ik in de Baliestraat kom, dan daar ben ik heel eerlijk in, dan zeggen ze, hey Jopie, hey Henkie Beekhuis en Martin. Dan zeggen ze, moet je koffie? En dan krijg ik koffie met melk en suiker. Heb je het over een politiebureau? Gewoon. Ja, over een politiebureau. Daar kom je dus heel vaak? Heel vaak, ja. Vaak. S'nachts, laat s'nachts? Nou, dan zit ik wel eens van 2 tot 6. Van s'nachts 2 tot 6. Dan zit ik daar. Dus, en dan zijn ze vriendelijk tegen u. En dan zeiden ze, Jopie, hoe is het? En als ze me op straat zien, hé hey Joop, hoe is het? Wat? Maar kijk eens, één ding. Ik heet Joopie van den Broek. Mijn oom heet ome Dirk van den Broek. Weet je wie dat is? De Dirk van den Broek. Dat is de... Die heeft een aanbod gehad van Albert Heijn voor 20 miljoen. Maar hij doet het niet weg, want hij is naar 72. Hij zit altijd in de tussenmeer. Maar goed, afgezien daarvan. Jij komt in Amsterdam. Ja. Op al die bureaus en je zegt het is heel gebruikelijk dat zwervers. Joop, jij komt ook wel eens bij de politiebureaus? Ja. En die mensen zijn redelijk vriendelijk tegen jullie? Nou, op het Schavenzanderplein hebben een vrouw... Is de Warmoestraat niet de vriendelijkste plek? Nee. Maar ik zal u één ding vertellen. Op het Schavenzanderplein ben ik ook eerlijk is eerlijk onheus bejegend. Ja, laten we even... Maar je bent ook wel eens een beetje bezopen, of niet? Nee. Dat ben ik. Nee, echt niet. Ze hebben me nood. En dan zeg ik ook tegen die agenten van, je duwt je eigen suf op dat scherm. Want ik sta er niet. Hij zegt, Jopie, hier staat er niet op. Ik zeg, ik heb ook niks te goed. En, maar even samen, want jij zegt, het is heel gebruikelijk dat zwervers in de stad gewoon die politiebureaus binnenlopen. Jullie zien dat toch als een soort... Als het echt mis zou gaan, dan durf je daar naartoe te gaan? Ja. Als jij daar beroofd zou worden hier, hè? Dan word je opgeruimd, we zitten hier op de markt.
Waterlooppleinmarkt. Maar als jij nou beroofd zou zijn, dan zou jij wel naar de politie durven zeggen, hallo, ik ben beroofd. Ik denk niet dat ik dat zou doen, omdat ik al zoveel jaar in Amsterdam ben dat ik dat me eigen niet toelaat komen. En omdat ik ook niet in de toestand ben dat ze daar de kans voor krijgen. Want als... Maar zie je, hoor je veel? Dat laten we zeggen dat er... Ja, dat hoor je wel veel. Want kijk, ik ben van 1941 en... Ik ben een beetje racistisch opgegroeid, weet je wel. Ik heb altijd last gehad. Ik heb Engelse ziekte gehad, omdat mijn moeder, die had wel borstvoeding, maar zat Oh, maar je bedoel je racisme? Je bent niet helemaal gezond. Nou, ik ben wel gezond, want, maar doordat ik mijn vader heb me echt niet... Een vader heb ik nooit gehad. Ik weet niet eens hoe die eruit ziet. Dus mijn opa en mijn oma. Jou ben je een beetje gelukkig eigenlijk? Echt gelukkig? Nee. Als ik nou heel eerlijk mag zijn, nee. Kan de gemeente jou niet gelukspilletjes uitdelen? Die kan je misschien op straat komen. Maar vind je dat de gemeente dingen zou kunnen doen voor jou? En voor jou? Die zou kunnen helpen? Jawel, natuurlijk. Vind ik wel. Ik vind dat ze er onderhand maar eens een keer voor moeten zorgen. Dat is wat voor jullie? Want er wordt heel weinig gezorgd voor dakloze en thuisloze mensen, hoor. Jij hebt een huis waar je slaapt? Ik heb een woning, ja. En waar slaap jij? Buiten. Slaap je ook wel eens bij het Leger des Heils? Ja, we zitten hier dus op de markt. Daarom voor het geluid. Ik ken hooguit vier nachten per maand bij het Leger's Huis slapen. En daarna slaap je ook weer buiten. Dus... Maar en je hebt het nou gezien in het hekeltje. Die 80 mensen. En als je erin wil... Dan moet je een briefje tekenen dat je uitkering op hun rekening komt. En nou sodemieten ze, omdat ze 2 miljoen krijgt voor dat pand. Ja. Sodemieten ze alle 80 eruit. Je moet er maar zien. 2,5 miljoen. Die sodemieten ze er zomaar uit. Dus ze hebben helemaal geen gevoel. 15 november moet iedereen daar op straat. Waar is dat hekeltje? Dat is op de Stroommarkt. Hekelveld. Dat is... nieuwe Zuid voorbeelden gewoon, weet je dus wel. Jij vindt dat de gemeente, daar verdwijnen een aantal plaatsen waar mensen, ambulante mensen, weet ik veel, zwervers kunnen slapen, dat de gemeente daar dan wat aan zou moeten doen? Ja, dat vind ik. Natuurlijk vind ik dat. Ja, dat is heel eerlijk. We zullen het, ik kom nog wel eens praten, maar nou even terugkeren tot die situatie met die politie. Jij zegt dus eigenlijk, die politiebureaus hebben wel een functie voor ons zwervers, want we wandelen er wel eens binnen. Ik kom daar regelmatig en als ze mij zien, dan zeggen ze, hey Jopie! En dan... Het is in ieder geval goed om te horen dat er ook zwervers tevreden zijn over de behandeling. We gaan eens even kijken in de Warmoestraat, dankjewel. Is dat de plek waar over een paar maanden een nieuw bordje hangt, help? Zoals op de plek waar Joes Kloppenburg werd doodgeschopt, in de voetboogsteeg. We staan hier voor het bureau Warmoestraat. Een plek waar, u ziet het, mensen kaarsjes aansteken. Want op deze plek werd een zwerver doodgeslagen, gevallen, gegooid, getrapt... Het verhaal dat de man is gevallen. Kijk eens goed naar deze plek. Zo hard kun je toch niet vallen. Maar goed, dat is een zaak voor het onderzoek. Wat geen zaak voor het onderzoek is, is dat dit een politiedode is. En niet de eerste in deze stad en ik vrees niet het laatste. En dat dezelfde politie die 2 weken geleden oproep om bij de herdenking te komen van Joes Kloppenburg. Bij monden van de heer Wilting
En wij waren bij die herdenking om 11 uur en geen politie te bezien. Pas later bleek dat op de derde verdieping ergens een paar agenten zaten te kijken of het wel goed ging. Waar was Wilting? Waar waren de woordvoerders van de politie? Zijn dat alleen maar mooie woorden? En wordt er nu toch een cover-up gepleegd om deze dode, deze zwerver, te vergeten? Want er komt een onderzoek en er zal wel weer een onderzoek komen. En als het onderzoek niet bevredigend is, zal er wel weer een onderzoek naar het onderzoek komen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat in deze stad mensen sterven voor een politiebureau. En dat mocht niet toen de Duitsers hier waren en dat mag ook nu nog niet. Dat is politiegeweld en het is niet de eerste keer. We waarschuwen al maandenlang tegen een sfeer bij de Amsterdamse politie, een sfeer in heel Amsterdam. Hoe kan de politie zeggen dat ze zich verweren tegen geweld op de straat als hun eigen mensen het voorbeeld zijn van dat geweld? Als hier mensen sterven, dronken mensen misschien, zwervers misschien, maar wel burgers van dit land hier sterven. We zullen niet vergeten. En bij de ondertekening van het Eurotopverdrag rond en op de Dam toch weer rellen, toch weer...